Goedemorgen, citroenloesa. Ik heb gedoucht, ik heb me klaargemaakt, opgemaakt. Ik ben benieuwd wat jullie van deze jurk vinden. Oké, dit is de jurk. Ik heb hem dus in het zwart gekocht bij Target vorige keer. En super cute, vond ik hem zo leuk. Toen heb ik ook een lila gehaald zonder echt goed te passen. Ik vind hem hier zo gek zitten. Ik weet het niet zo goed. Hij lijkt wat te groot of zo. Dat die vorige zat wel goed, maar ik weet het niet. Wat denken jullie? Ik vind wel het model heel mooi. Als in, hij lijkt dit A-lijnachtig, maar dit de boob, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Als je zo kijkt. Het is een soort van... Oké, nou, ik doe hem voor vandaag aan en kijk wel hoe ik me erbij voel. Maar ik ben benieuwd naar jullie mening. En de complete look. Deze tas gaat mee. En op Crocs. Yes, that's right. De hele vakantie nog niet geweest. It's time. Wawa, we moesten tanken. Wawa heeft echt de lekkerste broodjes. Vorige keer at ik er echt 3 keer in de week of zo. Zo yummy. Oh, zo leuk. Als je hier dus koffie koopt, kan je dit toch... Oh ja, Gabby! Kan je hier tappen? En check even dit station met alle pakken melk en zo, wat je gewoon kan pakken. Ja? Hier nog meer Wawa dingen. Dit is dus als je binnenkomt. Ja, that's me. Thank you so much. Thanks, you too. Jongens, het broodje. Oh, ik haal die veggie. Dan moet je bij die hoagies en dan moet je koud en dan moet je veggie, grilled veggie broodjes. Zo lekker voor de vegans. Dave & Buster's. Ze hebben hier blauwe ballen voor de deur. Onze dochter is gek op die rode van de Target en hier zijn blauwe. Oh my god. Kijk, die mega machine. We gaan, het is dus een arcade waar je ook kan eten. Dit is echt een ding. En er, Mila is dus gek op arcades, wij ook, maar zij is echt obsessief. Kunnen we naar de arcade? Elke dag. Dus... ja, we love arcades. Daar willen we ook zo graag naar Japan. Oh. Oké, we hebben een kaartje gekocht. Ja. En dan? Als het goed is, moet hij het doen, toch? Ja, ik begrijp dit wel. De appeal. Ja, dit is wel vet. Oh ja. Oh. Oké, we beginnen met de hippo's. Wat moet je doen? Gewoon zo, toch? Mila, hoe moet je het doen? Zo? Oké. Dus je wil alle rode raken, toch? Ja, Mila, gooi ook dan. Gooi harder. Rood en gooien. Je kan hier dus ook eten. Het is echt oprecht. Wat zei jij net? Nou, dit is wel de leukste arcade die we hebben gehad. Ja, echt mega leuk. Niet hè? Die is de grootste. Nee, maar het is gewoon echt, de sfeer is leuk. Ze hebben allemaal lekker eten. Er is één andere waar we nog heen moeten. Ik heb een salade zonder kip genomen. Die salade is zo groot. En hij heeft... spruitjes.
We hebben dit besteld, deze, als toetje om te delen. Oh, thank you. Kijk hoe cute. Epa, hij heeft gewonnen. De dingen, de big win. Woo, woo. Meer dan 500 zoveel. Yup, alle karretjes vol. We hebben 4000 punten. 4000 punten. En hier zie je de prijzen en alle dingen die je kan pakken of mag uitkiezen. We zijn echt in shock over deze, die prijs. Maar hier. Maar 4000 kan je best wel veel mee. Jongens, we zijn naar de premium outlet, want we reden een soort van er langs. Maar dit is degene die altijd mega druk is. Dit is waar ze rond kerst, dat hij met Steve Lisette ging, dat ze uren weg waren en terugkwamen. Zeiden we zijn niet geweest, we konden geen parkeerplek vinden. Zo erg was het. Nee, we mochten niet. Oh, je mocht niet meer. Het hele mall, omdat het te druk was. Ja. Jongens, het is een nachtmerrie. We hebben iemand gevonden. We zagen mensen lopen met hun tasjes, die zijn nu naar een auto, die gaan er nu uit. Ik ben echt heel benieuwd Ik ben heel benieuwd hoe en wat. Hoe lang we dit volhouden. Ja, want het is zo achterlijk druk. Maar het is Memorial Weekend, toch? Ja, dat moet het zijn. Ja. Nou, daar gaat hij. Oké, we zijn bij de outlet. Dit is een andere dan waar we normaal heen gaan. Ja. Zijn er meerdere? Ja. Laten we niet te lang gaan, want het is al 5 of zo. Dus... Nou, ik heb 2 winkels waar ik heen wil. Ik heb echt geen idee. Ik zie wel. Hij heeft korte broeken nodig. Hij heeft maar 1 korte broek. Ja, nou, ik heb deze en die zwarte. Ja. En dan dat groene ding. Dat echt. Jouw zwembroek? Nee, die ene zachte groene. Maar die kan echt niet meer. Maar ik loop de hele dag dus in deze. Ja, hij heeft elke dag deze aan. En die zwarte die zit nu in de wasmachine. Ja. Oh, mijn Paxton en Nike zitten daar. Oh, dan gaan we daarheen. Nike Outlet. Even. Wow, wat is dit? Wat? 2 shirts voor $20. Of zoals Ash vorige keer zei, je moet echt met Gregor naar dit soort winkels. Hij weet altijd precies, dan denkt hij, zeg maar, dan weet hij welk model goed is en weet ik veel. Die wilde ik altijd hebben, maar deze is dan toch weer een beetje in één keer te heftig. Cool, ik vind hem wel mooi. Zal ik voor mezelf kijken, oké. Hey, had Ashje nou die gele... Je bij de andere. Die ja. Dit heb ik serieus nodig. Ik heb 2 paars witte sokken mee. En die zitten gelijk in de was, zeg maar, en dan heb ik niks meer. Moet dit hebben? Ik denk het wel. Kijk even dit ding. Hij is echt leuk. Zo cute. $35? €30, zeg maar. Heel leuk. Matcht ook gewoon alles wat je nu aan hebt. Oké, we zijn in de Paxton. Mila zit in een kinderwagen. Mama, ik heb geslapen. Ik zo, oh, oké. En ik kijk naar haar. Letterlijk kijk ik zo van, huh? Ik kijk naar haar en ze ligt met haar zonnebril of zo. Ik zeg, hop, ga je echt slapen? Hop. Ja. Oud, it's me. Ook was 5 uur, prima. Ga ik een dutje doen, het is vakantie. We kunnen wel misschien nog een uurtje rondlopen hier. Maar dacht ik, maak even een kort stopje. Maar ik zie best wel leuke dingen. Heel veel korte topjes, jongens. Heel veel van die mini-topjes. Wat ik voor moederdag aan was een kort topje. Toen ben ik helemaal niet gewend. Maar moet ik dat maar eens gaan proberen? Maar ik mijn buik. Ik vind die dus serieus heel leuk. Ja. Pas hokjes shoppen. Let's go. God, het licht in het pashokje is afschuwelijk. Nee. Ik helemaal confident over dat paarse pak. Nou, dan zie ik dit, denk ik. Laat maar het is gewoon dit licht ook. Wacht. Dan maar van boven. Ik heb geen BH. Nee. Wat hebben ze bij Emmer ook een Eagle leuke sieraden? Ik vind deze wel echt heel erg tof, hè? Al deze oorbellen. Ze zijn ook echt zwaar. Jongens, jullie vragen me al zo lang of wij naar een Character Warehouse willen van Disney. Dat is dit. We zijn eens een keer geweest, ooit in de top. Er stond er geen rij, maar dit is de rij. De rij kan soms al 4 uur duren. Toen wij binnen waren, daar hebben we toen die Halloween kaars gekocht van Mickey. Misschien heb je die ooit gezien in ons huis in Amsterdam. Maar het is super leuk, maar een hele lange rij. Ik weet niet of het waard is. Jongens, we zijn in de Versace winkel. Ik heb tegen mezelf gezegd, als ik die tas hier voor een stuk goedkoper kan vinden, jullie weten vast welke tas. Jullie weten vast welke. Die paarse, waar ik al jaren naar kijk, bij Dubai en zo.
Ja, hij lijkt op die ring. Hij is hier voor om en nabij €690, zeg maar. En hij was 2100 nieuw. Ja. Ik kan niet meer, I need it. En nog een andere glittertas ook. Oh my god. Ik zweer dat je de beste outlet zat voor Versace. Oké, nee, vind niks? Nee, ja, het is wel leuk. Vind wel cute. Maar... Kijk even naar de pashokje. Wat? Ik vind het te veel met broek ofzo, dan zou die broek hebben. Wat vinden we van deze bril? Ik vind hem heel cool. Ik moet even kijken in de spiegel. Jongens. Twee tassen! Ik ga thuis even unboxen en laten zien, oké? Okay? Jongens, we doen het. We staan in de rij voor de Disney. Er is ook eentje bij Noord en daar zijn we een keer geweest. Dat was geen rij en die was hartstikke leuk. Ja. Daar staat nog een rij. Hier, tenminste, ik weet niet of het nooit is. Maar hier staat altijd een rij. Ja, we zijn binnen, jongens. Kijk eens wat we hier hebben. Onze Pride Spirit Jersey. Even kijken hoeveel die nu kost. $24, jongens. Het is normaal zeg maar $90, dus €20. Oh, deze ook echt leuk. Oh, jeetje. Het is ook een leuke rugzak. Volgens die rugzak is $12. Die Pride rugzak is $12. Dit soort dingen. Och, Levi Jafar beeldje. Ze hebben hier alles. Allerlei dingen die zeg maar discontinued zijn. Zo zie je dus ook allemaal kerstdingen. We hadden vorige keer dus een Halloween kaars gekocht. Kijk, dit is bijvoorbeeld een cookie jar van Epcot 2023. Dit soort dingen allemaal. Insane. Oh, deze is ook zo cute. Kijk dit. En dit. Schat, hier. Wat is hier? De Encanto kaars. Oh, de Encanto kaars. Oh, die kaars is te gek. Die was ineens de winkel uit. Hij is elektrisch. Nee joh. Ja. Mila, dit is de kaars. De Encanto kaars. Oh, we zoeken nog een nachtlampje, dit is perfect. Hoeveel kost die nu? Ik ben heel benieuwd. Hou op, dat ding was echt $50. Ja? Ik hoop dat mensen het leuk vinden om dit zo te bekijken. Ik neem jullie mee. Ik neem jullie mee. Naar deze winkels gaan dus alle dingen die uit de collectie gaan. Dus als je ooit... Ja, schat. Oh, van Marvel. Black Panther, of niet? Maar dan vind je het dus hier. Maar dus ook hele speciale dingen. Kijk, kleine Spirit jerseys. En ik zie ook de kleine... Voor Mila de maat. $20. Ja, die kinderringen zijn allemaal net zo duur als die volwassen. Oké, je hebt hier echt van alles. Deze set hadden wij bijvoorbeeld in Disney gekocht. Om mee te nemen naar Nederland. $12, hè? Hij was $35 volgens mij nieuw. Wat is dat voor liedje? Kijk dan voor wintersportdingen. Oh, ze hebben gewoon de jurk van Louisa. Of nee, niet Louisa, wat zeg ik nou? Jeetje, wacht. Isabella. Ze hebben gewoon de jurk van Isabella. Dat is de zus uit Encanto waar Mila helemaal gek op is. We hebben ernaar gekeken toen we in Disney waren. En toen was die $100, $14. Maar dit is echt een hele grote maat. Dit is 13 voor kinderen. Dit is echt, die kan ik bijna aan. Nu weet jij wie het zegt. Kijk, zij zijn ook van Toy Story. Liefie! Hou op, die had je. Die heb je net gekocht! Nee, $24, wat erg! Moeten we gewoon nooit meer naar. Ja, echt, hij moet alleen maar hier kopen. Hé, hey, weet je welke ze hier ook hebben? Die van die avatar die ik zo mooi vind. Die is ook zo mooi. Oké, jongens, mocht je iets willen kopen in Disney, ga anders gewoon eerst naar deze winkel. Want het zijn allemaal dingen die wij voor de volle map hebben gekocht. Best wel recent. Broeken, rokken. Insane hoe goedkoop dit is. Er zitten hele random dingen tussen. Ook van de cruises en zo. Hier, Coca-Cola. Als je aan Disney Cruise doet, zo'n t-shirtje ervan ofzo. Liefie, ja. Australia New Zealand Cruise. Hoe random is dat? En dan even gewoon ter interesse wat het kost. Dan
dan heb je zo'n shirt alsof je op cruise bent. $12. Hier. Crocs met Teddy. Kijk, $29. En dan hebben ze die roze, die heb ik ook nog gezien. Funko Pop voor de liefhebbers. Wat betaal je hier voor deze? Die is $7.99. En ik zie hier tasjes ook. Sommige dingen ken ik ook echt niet hoor. Dan denk ik, het is jasmine dan. Of het is ook gewoon echt lelijk, laten we heel eerlijk zijn. Het is niet allemaal beeldschoon. Het is wel echt wat er over is, dat zie je duidelijk. Wat niet verkocht is. Heel veel Pride dingen ook en zo. Cute. Er is dus één tas die Gregor fantastisch vindt van Spider-Man met Teddy. En dat is eigenlijk de reden we naar binnen zijn gegaan. Dat zagen we in één keer hier. En daarboven staan er ook nog heel veel. Hij is echt gaan zoeken in de... $24. Oh, hij wordt gek. Hij wordt heen. Liefje. Papski. $5 voor deze broek. Die Gregor al eerder wilde kopen, maar die hebben ze nu dus voor $5. Mila, wat vind je van die? Daar is die. Vind je hem cool? Nee? Nee, papa vindt hem alleen cool. Ja, ik vind hem ook wel tof hoor. Hoe staat hij mij, Mila? Ja, ik vind hem hier echt goed staan. Mila, ja, zo zou jij hem dan af en toe willen lenen van me? Nee. Nee? Nee. Je hebt helemaal ja. Gelijk. Ja, en dat is de allermooiste. Ja, deze ook, fancy kappa. Oortjes. Oortjes die. Die. Deze. Niet alles is echt super ofzo. Marathon oortjes. Sportingen. Deze knuffels. Hoeveel is zo'n knuffel bijvoorbeeld? $34, maar dat is toch de volle map gewoon waarschijnlijk. Dat is wel de volle map. Oh, cute. Moana schoenen. Ik snap wel dat jullie vroegen of ik hierheen wilde om te filmen. Dit is wel echt erg leuk om zo te zien allemaal. Crocs, nog meer Crocs, nog meer Crocs. Oh mijn god, de Frozen Crocs. Dit is natuurlijk niet de kindermaat, maar dat... Ja, wat is dit? Journal kit. Alle pins en dingetjes. Oh ja. Ik vind dus alles met food erg leuk. De, hoe heet ze, munchlings. Cute, alle spullen daarvan. Kerstornamenten trouwens. Hier. Oeh. Kleine Anna. So they're not here. Rollers, flesjes. Opvallend veel van die regenjasjes. Dit soort, van, ja, van die. Ja, dit is zo cute. Heel veel Teddy. Het is toch ongelooflijk. We komen onze vrienden gewoon weer tegen. Yes, niks hiervan afgesproken. Niks zeg maar weer. Gewoon in de winkel. Hey, zo van. Terwijl wij wisten dat we. Ja. Zij wisten dat we in Dave & Buster's waren. Zij waren in een hele andere winkel. Zaten de app. En nu komen we op het, zeg maar, in de outlet. In die winkel komen we. Nou, echt. Universe. Jongens, de Lululemon Outlet. What? Ze hebben dus mijn tasje ook in het mini in de outlet. Mijn telefoon past er precies in en een pasje dingetje. Mini belt bag. Woep. Deze vind ik ook erg leuk, de Teddy versie. Maar ja, in Nederland. Wat ik chill ervan vind is dat het echt zeg maar alles tegenhoudt op regen en zo. En dat daar heb je hier niet. Nee, het zijn echt praktische dingen. Wat vinden we van deze zwarte bomber? Ik had namelijk altijd Gregor's bomber.
bombers. Zwarte jassen. Maar hij is $109. Vind ik nog steeds best duur voor een... Nee, ik heb een langere nodig, hè. Want dit soort jassen doe ik altijd met fietsen in Amsterdam. Vind ik wel lekker, maar dan wil ik dat... Ja, of zit wel... Ja, wat vinden we? Wat vinden jullie ervan? Dat vind ik denk ik een twijfeltje. Het helpt ook niet dat ik een jurk aan heb, hè. Normaal valt het meer legging of iets op broek. Of... Laat maar even weten. De jongens, de enige Align, dat zijn de broeken die ik draag, zijn de Aligns. De enige die na meeting zijn, want ze zeggen dat Align overal excluded is, is deze knal oranje kleur. $34, normaal is het $100. En ik heb twee. Ik heb er laatst eentje weggemaakt, ze zijn zo lekker. Maar die kleur, bro. Oh. En dan top. Marcia gaat maar gelijk voor knal oranje. Dit is een tip, jongens. Alle dikke winterjassen en zo die verkopen hier voor geen meter, omdat Florida is. Ik zie deze extreem lekkere jas. Ik zit even een seizoen vooruit te denken. Maar die is dus van €300 naar €175. Hoe heerlijk is dit voor fietsen dan? Ik heb ook zoiets wel nodig. Ja. Het is wel een hele specifieke kleur. Als het zwart was, is perfect. Het is een beetje groenig. Ook niet lelijk, maar... Het lijkt wel een soort deken, hè? Maar op zich vind ik dat dus wederom niet verkeerd voor fietsen. Wat vinden we ervan? Kijk jongens, kijk. Dit is wel echt... Ja, maar dit... Hier hou ik dus van. Heb ik hem nodig? Ik denk dat ik hem nodig heb. Ik denk dat ik het niet meer ga vinden, want hij is normaal dus 300. Ik ga... Ja. Zal ik ook zeggen waarom? Die witte puffer, die ik al 8 winters aan heb ongeveer. Het is gewoon klaar. Ik krijg de vlekken er niet meer uit. Mijn zippers gaan de hele tijd. Ik heb die echt kapot gedragen. Dus het is een goede vervanger voor komende winter. Ja. Ja, goede reden. Nee, maar ik heb hem ook echt nodig. Voor Amsterdam. Oh my god, jongens. De jas was €99 bij de kassa. Kijk wat ze hebben. Ze hebben mijne in mini bij de outlet van de Crocs. En die heeft Mila ook gehad. De SpongeBob Crocs. Oh, de Claire is ook zo leuk. Alles hier. Och. We hebben een soort van bijna uitgespeeld. Niet helemaal. Er is nog zoveel wat we niet hebben gezien. Maar we dachten, we gaan heel even naar de outlet. Toen viel Mila in slaap. Toen zijn we helemaal losgegaan. Ik heb gewoon 2 tassen gekocht bij Versace. We hebben... Ons avondeten is een pretzel. Paxson eindelijk even een keer goed gedaan. Ja, Paxson eindelijk goed gedaan. Lululemon. Nou ja, Paxson goed gedaan omdat ze een fair of hadden. Of essentials. Ja. Hadden. Dit is echt... Ach, die outlets hier, jongens. Orlando Violent Premium Outlet. Ach, dit is niet die met die... Met die Vicky. Met die Victoria's Secret, die gigantische. Dat is de andere, maar die is ook fantastisch. Dus je moet echt, als je hierheen gaat, minimaal 1 dag naar die outlets. Echt, doe het. Iedereen die op bezoek komt, die is daar helemaal enthousiast ook over. Van, oh my god, die outlets, het is niet normaal. Er is alleen 1 ding wat ik nu heb overgeslagen. Ja. Zoomies bedoel je? Ja, Zoomies. Zoomies is ook heel leuk. Zoomies is echt leuk. En die hebben ook wel altijd goede aanbiedingen en zo. Je moet altijd wel goed zoeken bij Zoomies, vind ik. Want het is wel echt... Een skaterwinkel. Het is een beetje skater, maar het is wel leuk. Ze hebben gerepeteerd en al dat soort dingen. Ja. Fools, Gone Wild en nou ja, leuke dingen. En dan heb ik heb geen Adidas gedaan, maar... Ik heb New Balance niet gekeken. Ik wil naar New Balance. Heel eerlijk, deze New Balance valt altijd een beetje tegen. Maar ik ben ook niet geweest. Ik zag wel een trui die wat tof was, maar ik dacht, nou ja. Morgenavond komen er ook hier onze vrienden op bezoek. Dus morgen gaan we de hele dag even thuis chillen, rustig aan. En die zijn er dan 4 dagen. Is dat een vliegtuig? Dag 4? Nee, hè? Dag 5 is een vliegtuig, dacht ik. Ik moet even kijken hoe dat zit, inderdaad. Ze willen 2 dagen naar de parken. En dan, nou goed, en dan... Volgens mij vliegen ze op vrijdag terug, want ze konden volgens mij niet naar Old Town, helaas. Oh ja, dat zou kunnen. Dan heb je maandag, dinsdag, woensdag... Dat was het. In mijn hoofd had ik 4 volle dagen. Dus je moet de vliegtuigen niet inpakken, uitpakken. En ze zijn ook laat morgenavond, dan ligt ze al op bed, dus maar we gaan gewoon lekker chillen. Want dit is echt een hele leuke, maar lange dag geworden. Ja, het is een lange dag. Ja. Is het laat begonnen? Ja, relatief laat vertrokken, ja. Lunchtijd. Maar goed, we komen aan om 9:10 en deze is klaar wakker nog. Hè? Ja, zo gaat het. Vakantie! Daarom. Oké, klein licht op bed, modeshow. Hij heeft korte broeken, jongens. Hij heeft korte broeken. Yes! Daar gaat hij, de broek die elke dag ligt. Hij. Ik wil even deze laten zien. Ah, ik kan alleen dat ze die met het groene randje hebben. Oh. Ja. Dat is zo leuk. Oh, kijk hoe leuk die broek. Ja, dat vond ik dus ook al. Super cute. Ik ga de vlog afsluiten. Ik ga nog heel wat op de laptop boven doen. Wel trusten. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye.